Schout en Schepenen, oftewel burgemeester en wethouders. En vandaag komen hier de schouten en schepenen van 21 gemeenten samen voor een zeilrace. Maar er moet eerst nog even gewerkt worden. Ik ga een stukje historiek geven. Het eilandje zag er zo wat uit als Oldguns plaat. De provincie heeft ooit de wens uitgesproken van bedenk iets waarmee we bestuurders meer kunnen betrekken bij de watersporteconomie en recreatie in zijn algemeenheid. En we denken dat dit een hele goede formule is om mensen erbij te betrekken. Naast dat er 's ochtends een inhoudelijk programma is, hebben we 's middags toch de gelegenheid om met elkaar te genieten van een prachtige omgeving hier op de Oosterschelde. En dat bindt en dat maakt ook dat bestuurders daar ook weer makkelijker met elkaar over praten en over van gedachten wisselen. Waarom is het zo belangrijk dat dit georganiseerd wordt? Nou, het is heel belangrijk omdat ja, in de hele delta de watersport een belangrijke rol vervult. En wat vooral belangrijk is om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Niet dat we allemaal hetzelfde gaan doen, dat het een beetje een schabloon is, maar dat we elkaar weten te versterken. En daar moet je elkaar regelmatig voor opzoeken. En wij vinden het fantastisch dat wij als gemeente Tholen hier in het prachtige Sint-Anneland de gastgemeente mogen zijn. Smaakt het? Het is erg lekker, ja. Heerlijk. Wat heeft u precies op uw bordje? Goeie vraag. Het is een heerlijk stukje witvis. En het is fijn van smaak. En ik vind vooral de groente en de combinatie met het puree vind ik erg lekker. Wel, het is natuurlijk zo dat Antwerpen ook deel uitmaakt van de delta. En het is ook voor ons interessant om een stukje te tonen waar wij mee bezig zijn. En aan de andere kant te luisteren waar onze collega's van Zeeland en Noord-Holland enzovoort en Brabant mee bezig zijn. En dat ook een stukje uitwisselen. Ik vind het een fantastisch evenement. En ook al ligt mijn gemeente niet aan de zee of aan het water, het heeft ook iets te maken met een verbindende factor. En dit is echt een bijeenkomst voor colleges uit West-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. En dat is ook de reden dat wij hier zijn. Zand of zee, zonnet doet altijd mee. Wij hebben in 2011 en 2012 de bokaal gewonnen. In 2010, 2011. En vorig jaar wilden we hem weer winnen. Dan zouden we hem mogen houden. Dan hadden we hem niet meer terug hoeven brengen. Maar ja, dat is niet gelukt. We liepen vast. Tholen, het centrum van de delta. Aan de wind kan het niet liggen, want dat hebben we allemaal kunnen constateren. Het is een fors windje, dus de snelheid zal er ongetwijfeld in zitten. En ik hoop niet dat mensen zeeziek worden, weet ik het wel. Dat kan allemaal nog natuurlijk, nou, maar dat denk ik niet hoor. Uiteindelijk vanwege de wind hebben we besloten geen wedstrijd te gaan varen. Er staat een dikke windkracht 6. En in overleg met schippers en wedstrijdleiding hebben we gezegd van met 22 boten op de Krabbenkreek varen. Dat is vragen om moeilijkheden als we de wedstrijd varen. Dus de schepen die zijn aan het varen, maar doen dat vriendschappelijk. Ja meneer, de race gaat helemaal niet door? Ja, dat is een teleurstelling. Dat is een teleurstelling. Want wij hadden bijna onze jel klaar. De burgemeester, hoe was die ook weer, Kostiaan, aan die jel? Goeree overlijk heen. Altijd goed. Snap je? Maar we hebben een van onze wethouders gaat tapdansen op het dek. Dus dat komt goed. We zullen de aandacht wel trekken. Dus die bokaal gaat alsnog mee met jullie? Wij hopen van wel. De meest enthousiaste ploeg zit daar aan boord. We hebben een comité en die gaat bepalen aan boord van welk schip het meest enthousiaste bestuur zit vandaag. En daar komt het comité vast en zeker aan uit. En de bokaal gaat hoe dan ook verlaat de jachthaven van Sint-Anneland. We gaan eens even kijken wie er allemaal naar buiten varen. To say what's impossible, they forgot. Nou, we hebben natuurlijk deze Schouten Schepenenrace ooit opgezet om vooral met hooghaarzen te varen. De hooghaars is toch het typische Zeeuwse platbodemschip, traditionele schip. Maar die hebben er net niet voldoende. Dus we zijn ook met de hengsten, dat is trouwens ook heel Zeeuws, ook Vlaams. Maar daarnaast zijn we ook gegroeid dat er schokkers zijn, schouwen.
Maar er zijn een paar IJsselaken, er zijn Lemsteraken. Er was ook een volle Hovense bol vandaag. En er was ook nog een Zeeuwse poon. Dus een hele gevarieerde vloot van traditionele zeilschepen. Het is natuurlijk iets van vroeger ook wat je hier ziet. En ja, toch mooi dat het bewaard blijft ook zo. Hè? En leuk dat het evenement hier ook op Tholen plaatsvindt. Ja, dat is natuurlijk een trekker denk ik voor de watersport ook. Zeker in deze tijd is het toch nodig om wat mensen naar Tholen te krijgen. Ja, ik vind het altijd leuk. Ik zie het ieder jaar. Dus ik vind het heel mooi. Wat vindt u er zo leuk aan? Ja, die platbodems allemaal van vroeger ook. Vind ik echt heel mooi om te zien. Het ging erom wie het meest enthousiast op het schip was. Nou, ik ben ervan overtuigd dat wij dat gewonnen hebben. Maar ik zeg net tegen de voorzitter, heerlijk om zo ontspannen te varen en er geen wedstrijdelement van te maken. Want dat was toch iets te risicovol. Het ging om het meest enthousiaste team, hè? Dus ik hoop dat wij die uitstraling hebben gehad. Nou, u klinkt niet erg enthousiast. Nou, ja, nee, ik ben heel enthousiast. Hey. Mooi te pakken. Had ik het niet voorspeld? Het enthousiasme, het zwaaien naar de commissaris heeft denk ik de doorslag gegeven in deze wedstrijd. Maar we zijn heel blij. Het is echt heel leuk dat hij deze keer bij ons in de gemeente Tholen mag blijven.